We zijn er helemaal klaar voor. Ja, we hebben er een hele tijd naartoe geleefd. En nou ja, vanavond is de avond, dus moet het gebeuren. Ik ben wel ooit bij Hosanna begonnen. Mijn eerste trompetlessen bij Hosanna gehad. Maar toen ik in 1978 mijn dochter weer ging aanmelden, toen hebben ze mij weer gestrikt. En wat speelt u, meneer? Momenteel speel ik bugel. En wat speelt u? Bij de stok, dirigeren. U jaagt het hele spul aan? Ja, ik jaag het aan. Hij doet het nog. En u was meteen gevallen voor dat machtige instrument? Nee, ik ben van alt naar tenor naar bariton gegaan, dus steeds zwaarder. Wat speel jij voor instrument? Een cornet. En hoe lang doe je dat al? 2 jaar. Hoe lukt zo'n blokfluit? Het is een saxofoon. Een saxofoon, kijk. En dit is een kleine maat, een alt? Saxofoon. En hoe lang speel je al? Ik speel 1,5 jaar zo ongeveer. Leuk om te doen? Ja. Jaar en nog springlevend? Springlevend, levender dan ooit misschien wel. Ja. Hoe lang ben je er nu bij? Vanaf 1978, dat is dus de tweede periode tot heden. En voor die tijd van 61 tot dat ik in dienst moest in 67. Dus een groot deel van die 80 jaar heb jij meegemaakt. Kun jij vanuit eigen herinnering over vertellen? Ja, uit overlevering heb ik een hoop meegemaakt. Ja. Normaal speelde ik vroeger eigenlijk altijd trompet, maar omdat er eigenlijk een overschot is eigenlijk aan trompetten, heb ik mij opgeworpen om bugel te gaan spelen in deze vereniging. U bent zo flexibel, u speelt gewoon wat er gevraagd wordt. Nou ja, zo flexibel, het bugel, trompet komt aardig goed overheen. Dus het is wel even gewenning, maar het is te doen. Bent u al lang dirigent van Hosanna? Nee, 1 jaar of 7. Zo ongeveer 7 jaar. En daarvoor andere orkesten? Ik was militair dirigent. Ja. Onder andere. Daarom dacht ik ook wel dat u de winter redelijk onder hebt bij die mannen hier, toch? Ja, of niet? Ja, maar hier niet de militaire wind. Die waait anders. Goed orkest? Prima orkest, ja. Maar we waren een goed orkest, we hadden veel jeugd erbij. Ja. Heel veel jeugd erbij, dus. Je kunt zien dat het al 80 jaar is, hè, inmiddels. Ja, ja, klopt. Nou, zoveel 80 jaar hebben we niet, maar één hebben wij. Hè? Ja, 81 jaar. Hebben jullie een lid die inderdaad het langst lid is van allemaal? Ja, jawel. En wie mag dat wezen? Jim zelf, hè. Thank you.
als Hosanna natuurlijk hele bijzondere jaren gehad. De jaren 60, dat Hosanna gewoon in de top van Nederland muziek maakte, zeg maar op heel hoog niveau, een paar keer voor de radio optrad. Dat waren de topjaren. We hebben met een enorm groot korps bij de eeuwfeesten in 59 meegelopen. Maar ook de jaren daarna, weer in de 80e jaren, met een marching band op straat, een concertorkest in de zaal. Wij spelen ons Amersfoorts volkslied, is de stad Amersfoort, de Mars de stad Amersfoort. Die is ooit door Jacques Reinhout geschreven in 1959 ten behoeve van het 700-jarig bestaan. En dat vinden wij nog steeds het stadslied. En jij speelt alleen of zing je ook? Ik speel, maar we zingen met z'n allen. Zingen? Ja, helaas wel. En u bent een beetje tekstvast? Ja, de tekst kennen we uit ons hoofd, alleen de echt melodievast zijn we met z'n allen niet, maar dat is wel een stuk van de charme. Leuk om te spelen in zo'n orkest? Ja, absoluut. Ja, dat is de reden dat we hier zijn met z'n allen. Want het gaat ons niet om het meest hoogstaande stuk muziek, maar wel het mooiste stuk muziek met z'n allen. Dames en heren, hartelijk welkom bij het jubileumjaarconcert van de Christelijke Muziekvereniging Hosanna. Het concertorkest onder leiding van dirigent Alwin Lihom, die opende zojuist ons concert met het koraal Peace Do By Mir van Johann Sebastian Bach in een arrangement van Jim van Eersen Junior. De Mars de Stad Amersfoort werd gecomponeerd door Jacques Reinhout. Jacques Reinhout was toen hij dat deed dirigent van Hosanna en kapelmeester van de trompettenkorps bij de cavalerie. En hij componeerde die mars voor het 700-jarig bestaan van de stad Amersfoort in 1959. We hebben 2 jaar geleden zijn we meegedaan aan het project Kies Kunst. Dat werd georganiseerd vanuit de gemeente, waarbij basisschoolleerlingen de kans krijgen om met cultuur in aanraking te komen. Nou, dat hebben wij al meegedaan. 6 proeflessen. En vanavond hebben ze ook hun eindconcert. En tijdens ons de afgelopen 2 jaar heeft dat iets van 30 jonge leerlingen opgeleverd. En wij vervolgen nu met onze nieuwste berichten, kiesbundsleerlingen en vervolgens de leerlingenorkest. Hoe oud was je toen je zelf bij Hosanna begon? Dat was toen ik 9 jaar was. Ja, dus dat is alweer een tijdje terug. 5 weken geleden zijn deze kinderen begonnen met kiesje kunst. Gaan we even staan. Ja! Vervolgens hadden ze dus allemaal een instrument gekozen, of dat hadden ze al lang bedacht. En die hebben ze dan uitgepakt uit de koffer, wat al heel erg lastig is. Maar er kwam daarna nog iets veel lastigers, en dat is een lessenaar opzetten.
Dit is nog een hele klus om zo'n ding in elkaar te buigen. Hoe vaak heb je er met je vingers tussen gezeten? Niet heel veel keer. Nee? Nee. Want het is best ingewikkeld, hè, zo'n verhaal. Lukte het meteen? Ja. Ja? Ja. En nou mocht je het zelfs voordoen? Ja. Hartstikke trots, man. En hoe vaak speel jij nou in de week? 1 keer. 1 keer? Maar thuis oefenen toch wel, of niet? Paar weken spelen ze net 2 tonen of zo. En als je dan een halfjaartje later kijkt, dan kunnen ze al echt een aantal stukken spelen gewoon. Dus. Jij speelde op een saxofoon? Ja. Moeilijk in... Sopraan saxofoon. En is het een moeilijk instrument? Ja, best wel. Ja, deed je het al? Is het moeilijk? Best wel. Volgens mij moet je ontzettend veel lucht hebben om cornet te kunnen spelen, of niet? Ja. En wat doe je om flink veel lucht te krijgen? Goed inademen. Goed inademen? En moet je nog trainen ook? Buikspieren trainen, of niet? Nee. Mag jij met bolle wangen spelen, of moeten het van die strakke wangetjes zijn? Strakke wangen. Wat ga jij spelen vanavond? Altsax. Altsax. Is het een moeilijk instrument? Makkelijk. Makkelijk? Hoe lang doe je het al? Geloof bijna een jaar. Bijna een jaar. En hoe ben je er zo bij gekomen? Mijn opa heeft altsax gespeeld en mijn vader heel even. En nou wacht je, nou is mijn beurt. Ja. Moest je van je ouders? Nee. Nee? Dus het is gewoon leuk? Ja. Is het moeilijk? Ja, dat ook wel. Ja? Ja. Maar je kunt het inmiddels goed genoeg om mee te mogen spelen vanavond? Ja. Wat is jullie succes? Het succes is een combinatie van het project Kies je Kunst dat de gemeente heeft opgericht. En een bestuur wat gewoon heel erg hard werkt om alles goed voor elkaar te krijgen. Om die jeugd een hele leuke 5-6 weken te bieden. Dat alles gewoon goed geregeld is. Er is een instrument, er is bladmuziek, er wordt lesgegeven, er wordt samengespeeld. Dus in combinatie met de gemeente en dus een goed bestuur zorgt voor het succes. Is het een beetje een orkest wat een beetje redelijk aan te jagen is? Of is het altijd hard werken voor de dirigent? Een dirigent moet altijd hard werken, maar ook de leden, hoor. Ja, ja, ja. Ja, samen doen we dat. En hoe lang bent u lid? Sinds 2000, dus een jaar of 12 nu.
En u was meteen gevallen voor dat machtige instrument? Nee, ik ben van alt naar tenor naar bariton gegaan, dus steeds zwaarder. Kijk. En nu is dit het eindstation, of zegt u nou? Er is nog een bassax, maar die gaan we waarschijnlijk niet opnemen met orkest. Dus blijf bij bariton. Blijf bij bariton, want de bassax is te duur. Nee, die is te groot. Die past ook niet meer in fanfare. Bugeltrompet komt aardig goed overheen. Dus het is wel even gewenning, maar het is te doen. Wat is anders aan het, wat is specifiek? Het mondstuk is anders, dus een andere diepere boring, warmere klank. Trompet is natuurlijk echt een signaalinstrument en dat is met bugel is dat toch even anders. En dat warme, dat past wel bij u, hè? Tegenwoordig wel, ja. Vroeger niet. Ik ben secretaris. Ik schrijf de meeste arrangementen voor de club. En nou, bovenal ben ik muzikant natuurlijk en speel eigenlijk alle instrumenten die nodig zijn. Ik studeer nog steeds aan het conservatorium inderdaad en ik speel bij een van de orkesten van Defensie. En dus ik ben beroepsmuzikant geworden uiteindelijk en begonnen bij Hosanna. Dus ik raad iedereen aan om dat te doen natuurlijk. Ik was 9 toen ik begon, dus als 8, 9 en als ik dus 68 ben ik 60 jaar muzikant. En dat duurt nog... 2, 3 jaar, dan ben ik 60 jaar muzikant. Kijk. En daar zijn de buren ook blij mee. De buren zijn heel blij. De buren zeiden vroeger wel eens tegen me, hij speelt weer het Wilhelmus, ik hoor hem. Gewoon een avondje dat je dus echt het vermaak hebt van de mensen en waar je zelf ook naartoe leeft. En dat vind ik wel belangrijk. En wat is nou de mooiste herinnering die u aan Hosanna nu al heeft? Wat ik nu al heb, dat kan ik je vertellen. Want wij marcheerden vroeger, ik ben op de radio bij de golfbreker geweest. Wij marcheerden vroeger van Hosanna door de Lange Straat heen. En dan hadden we een tamboumètre voorop lopen met een hele grote snor. Die was 2 keer zo groot als die van jou. En die gooide dus de tamboumètrestok. En bij het Rembrandt Theater hadden we die overspanningen met die lampen. En daar bleef die tamboumètrestok bleef hangen. En het hele korps dat wachtte. En toen kwam de ding naar beneden en pakte hem op. En dan marcheerde zo weer verder en wij er weer gewoon achteraan. En dat is het grootste moment. En dat vind ik het leukste moment wat er geweest is eigenlijk. U speelt al lang bij Hosanna? Vanaf mijn 14e jaar. Kijk. En mag ik ook vragen hoe lang dat dan is? Dat is 66 jaar geleden. Kijk, dus het grootste deel van die 80 jaar heeft u meegemaakt? Ik ben inderdaad 80 jaar, ja. En wat is de mooiste herinnering wat u betreft aan Hosanna? Ja, het zijn de jaren dat we op concours gingen en dat we leuke prijzen haalden. En dat is tegenwoordig niet meer in. En dat vond ik wel jammer. U ging voor de prijzen? Nou, ik vind dat is leuk om je dus te meten met andere orkesten. En dat was ineens weg. En Hosanna speelde ooit echt in de topklasse, begreep ik? Ja, in de eredivisie, ja. De jonge aanwas, dat gaat heel goed. Moet u goed doen. Ja. Ik ga gauw weg, want volgens mij moet u weer aan de bak. Mijn tijd zit dus langzamerhand op, hè. Nee, we gaan nog jaren door. Ja. Veel succes. Bedankt. Ik vind het prachtig wat de jeugd hier allemaal weer neerzet. U houdt van muziek? Wat dacht je? Anders ja. Ben ik hier niet. Nee. En zelf ook spelend? Nu niet meer. Helemaal gestopt. Waarom word je daar te oud voor? Nou, ik vind het een beetje te zwaar worden. Ja.
zijn dit nou concurrenten of zijn dat conculega's? Conculega's, ja. Leuk zo'n avond met al dat jonge talent ook? Zeker weten, ja. Hoe lang speelt u al? Bijna... Ja, ik heb een tijdje niet gespeeld, hè. Maar bij één getoven... Maar ik vroeg hoe lang u wel al speelde. Bijna 50 jaar. Kijk, kijk, ja. Kijk. En bij welk orkest speelt u? Juliana. Mijn betreft wel. Volgend jaar weer. Ik denk dat de mensen een leuke avond hadden. Dus we gaan met een tevreden gevoel naar huis. Uitslapen, een uur langer.